Het stoort Guido den Aantrekker mateloos dat Maarten van Rossum maandagavond in De Slimste Mens heeft geroepen dat Johnny Depp wat hem betreft doodgeschoten mag worden. Hij heeft namelijk geen zin meer in het veelvuldige nieuws over het conflict van Johnny met zijn ex-geliefde Amber Heard. Je kunt zoiets niet roepen op televisie, zegt Guido in Shownieuws. Hij schoot op de nationale tv bij De Slimste Mens enorm uit zijn slof. We zijn van hem natuurlijk wel gewend dat hij geen blad voor zijn mond neemt. Dat zou hij wat mij betreft misschien wat vaker moeten doen, ook qua zijn gebit. In elk geval is hij wel heel erg een grens overgegaan. Het is volgens Guido ongekend wat Maarten doet. Ik vind het eigenlijk best wel schokkend als we nagaan dat we nu met z'n allen proberen om die maatschappij wat vriendelijker te maken, hè? Dat we gewoon geen gekke dingen meer zeggen over elkaar. Nu zie ik een paar van die geiten daar als deelnemers nog meelagen ook. Dit zijn geen grapjes, aldus Guido. Je kan wel zeggen dat het een grapje is, maar hij zegt feitelijk dat iemand moet worden doodgeschoten. Daar hebben ze op het Mediapark best wel wat ervaring mee en niet echt een hele fraaie, moet ik zeggen, met Pim Fortuyn ooit. In die context vind ik het echt belachelijk dat hij dat zegt. Maarten is behoorlijk in verval, vindt hij. Hij zit daar altijd met een chagrijnige kop. Wij kunnen ook wel zeggen, ja, Van Rossum, je ziet er niet uit, je ziet er smotsig uit, ga eens wat aan jezelf doen. Dat zou ook niet aardig zijn. KRO en CRV heeft er bewust voor gekozen om de Johnny Depp-uitspraken niet uit de montage te knippen. Maarten maakte met een extreem voorbeeld duidelijk dat het hem niet interesseert, dat hij graag een delete-knop wil in zijn hoofd om dit soort nieuws over bekende personen ook meteen weer te vergeten, legt de omroep uit. Zijn uitspraak moet binnen deze context dan ook geenszins worden opgevat als een letterlijke doodsverwensing. Guido kan zich niet vinden in die reactie. Als je echt zegt dat iemand doodgeschoten moet worden en dat er ook om die domme ganzen om gaan zitten lachen. Ik vind het verwerpelijk. Wat vindt Maarten ervan? Het is gewoon rumor around die brand. Dat vindt hij leuk.